gaat lekker. Molen nou, hè? Ja. Er is altijd heel goed voor de molen gezorgd, maar hij is echt op. En dat betekent dat er een grote restauratie moet volgen om hem ook voor de toekomst te kunnen bewaren. De kap die is aan het verzakken. De verbindingen die zie je helemaal openstaan. Deze twee molens zijn er nog. De enige in werking zijn de snuif- en specerijenmolens in Nederland. Het probleem is de fundering van de molen is verzakt. Hier kan je het probleem goed zien. De molen staat helemaal scheef. Hij zakt de plas in. Er zitten meerdere verhalen aan deze molen van de onderduikers die hier gezeten hebben in de Tweede Wereldoorlog. Dit is de kelder onder de molen waar de onderduikers hebben gezeten. En we willen graag ook meer over ze te weten komen en het verhaal van hun vertellen aan de mensen die hier langskomen. Dit is het motorhuis van de molen. Dit was open en dat willen we ook weer open maken.